De koude lucht wordt vandaag uit ons land verdreven. Momenteel bevinden zich veel wolken boven het land. En dat hangt allemaal samen met een warmtefront waarachter zich koude lucht bevindt. In het zuidoosten kan in eerste instantie nog wat winterse neerslag vallen. Maar later gaat de neerslag overal over in regen. En vanuit het noordwesten wordt het langzaam in de loop van de dag droog. Mogelijk dat later op de dag de zon eventjes doorbreekt. En vanmiddag loopt de temperatuur uiteindelijk dan op. Naar waarde tot zo'n 3 graden in het zuidoosten van het land. En 9 of 10 graden in het noordwesten en op de Waddeneilanden. Vanmiddag gaat de zon dus veel vaker schijnen. Daarbij draait de wind wel naar het noordwesten en neemt een kracht toe, naar aan een zee een vrij krachtig windkracht 5. Vanavond is het dan wisselend bewolkt en is het vrijwel overal droog. De temperatuur ligt daarbij rond een graad of 5 en vannacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar 2 tot 6 graden. Morgen vallen er dan een aantal buien. De meeste buien vallen in het noorden en oosten van het land en de temperatuur loopt daarbij op naar 6 tot 10 graden met daarbij een meest matige noordwestenwind. In de dagen daarna is het vaak bewolkt, maar in eerste instantie wel vaak droog. Vanaf donderdag dan neemt de kans op regen weer toe, maar blijft het wel aan de zachte kant met temperaturen rond een graad of acht. Mijn naam is Wilfried Jansen voor Weerplaza.nl.